In Eetcafé De Klinklaar in Nijmegen-Oost hebben de leerlingen van basisschool De Buut plaatsgenomen. Als onderdeel van het project Vet Lekker hebben ze na wat lessen van de kok zelf het menu bedacht. Vet Lekker, dat is een project waarbij we kinderen uitdagen om echt een adviseur te zijn. En een adviseur te zijn voor een kok die wil nadenken van hey, we kunnen wel iets anders doen dan frikandellen en friet of kipnuggets. Maar we kunnen ook gezonde maaltijden neerzetten voor de neus van een kind. Ik zie geen friet of frikandellen op de menukaart staan, dus ze hebben iets heel anders gekozen. Ja, klopt. Vorige week hebben de kinderen daar heel goed over nagedacht. Op mooie flaps hebben ze allerlei tekeningen gemaakt met een zalmspecial en met taco's, met allerlei kruiden en ideeën daarbij. En dat was het huiswerk voor kok Tim, die nu aan de slag is geweest. En een paar mooie maaltijden voor bij de kinderen. En die mogen de kinderen vandaag beoordelen. Ik denk dat als je kinderen bij betrekt dat ze ook eerder bepaalde dingen zullen eten die ze anders misschien niet eten en dus wel gezond zijn of beter zijn. Ik denk dat ze het wel lekker vinden. Dan is het tijd om de proef op de som te nemen. Ik heb het ingevuld als lekker. Ik vind het er een beetje mooi uitzien. En ik vind het gezond, want het is voedzaam door de zalm. Het is ook heel fris door de basilicum. Het is knapperig door de cracker, dus dat vind ik zelf heel goed. Wat ik goed vind is dat het uit Nederland komt. De basilicum komt dus uit de natuur en de zalm is gemaakt van de buik, zeg maar, van de zalm. En dat wordt normaal weggegooid, maar nu gebruiken ze het voor het gerecht en het is heel lekker. Het is heel leuk. Het is natuurlijk anders dan normaal, want bij je ouders ga je niet zo kritisch lopen doen. Maar het is juist leuk, want dan kan je dit restaurant ook helpen, zodat zij betere gerechten hebben. Dus ja. Heb je nog genoeg ruimte over je buik voor de andere gerechten die komen? Ja, ik denk het wel. Na het proeven en beoordelen van de gerechten bepalen de kinderen welk Vet Lekker kindermenu als winnaar wordt gekozen. Het winnende menu wordt gedurende minstens 1 maand aangeboden door het restaurant. Sommige kinderen zeggen, ik heb nog nooit zalm op, maar dit lust ik wel. Of ik lust vis niet, maar met deze kruiden is het weer heel anders. En dat is precies wat we willen. Dus een beetje nieuwsgierig maken, prikkelen en uitdagen tot iets nieuws.